de toekomst 7 kilometer fietsen om een joint te kunnen roken? Daarover gaan wij het hebben in Café Scheffers met Juno Risma en Peter Puik. Welkom allebei. Ja, nou, Juno, nachtburgemeester, Puik van de PvdA. Welkom. Ja. Vertel, we moeten fietsen. Er is een motie in de gemeenteraad aangenomen waarin is gezegd van goh, we zouden eigenlijk de coffeeshops misschien wel een aantal buiten de binnenstad moeten plaatsen. En dan moet je inderdaad een stukje verder fietsen als je in de binnenstad woont om een joint te halen. Ja. En waarom willen we de coffeeshops verplaatsen? Nou, waarom? Kijk, vanuit de Partij van de Arbeid vinden wij het niet nodig om ze direct nou naar de buitenwijken te plaatsen. Wij denken dat het in de binnenstad veel beter is, omdat er veel meer handhaving is en dat daar de levendigheid is. Maar waarom partijen dat wilden, is omdat er op een aantal plekken grote overlast van coffeeshops wordt ervaren. Wat voor overlast? Nou, mensen die een joint gaan halen, laten hun auto voor de deur draaien, muziek, praten, dat soort Gadver, zaken. Praten ja, mensen. Maar goed, wegwezen. Maar goed, dat is gewoon door een aantal mensen wordt daar gewoon flinke overlast door ervaren. En dat kan me ook wel voorstellen als je dat elke dag in, dag uit hebt. Kijk, een keer is niet erg misschien, maar als je dat elke dag, elke avond hebt, dan wordt het op een gegeven moment wel vervelend. Dus dat is ook logisch. Zijn wij ook als Dordrecht zijnde redelijk bij de grens in de buurt de eerste stad waar je makkelijk wiet kan halen? Want ik zie wel eens Franse kentekens, ik zie Belgische kentekens van mensen die hier dan blijkbaar wiet komen halen. Nou ja, misschien komen ze het wel halen, maar in principe geldt het ingezetene criterium. En dat betekent dat mensen die van buiten komen, geen wiet mogen krijgen in de coffeeshop. Nee, dat mag dus niet. Het zou natuurlijk. Nee, nou, we hebben hier een nachtburgemeester die gaat je even uitleggen hoe dat wel kan. Nee, maar ik zeg alleen wat de wet is, zal ik maar zeggen. Dus het zou niet moeten kunnen. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet gebeurt. Ja. Ik bedoel, je kunt iedereen aanspreken van loop even naar binnen en haal wat voor mij. En, maar in Zwijndrecht mag dat toch wel? In Zwijndrecht hebben ze zelfs de kaart van de keuzes van wiet zelfs in het pols hangen. Oh ja, dat weet ik niet. No. Oei. Zwijndrecht, dat zou hè? Heel goed kunnen. In Zwijndrecht hebben ze het wel, volgens mij hebben ze het in Zwijndrecht wel heel goed geregeld. Ja, daar is wel een coffeeshop die gewoon heel strak en heel zorgt dat de overlast zo min mogelijk is. En dat is natuurlijk ook geen centrum. Dus dat is... Nee, dat scheelt al een hoop. Maar gaat het om alle coffeeshops of gaat het om een deel daarvan? Nou, we hebben nu 5 coffeeshops in Dordrecht. En het idee is om maximaal 3 coffeeshops in de binnenstad te hebben. Tenminste, dat is nu het plan van het college. En dus dan zouden er 2... ergens in de buitenwijken geplaatst moeten. Maar waar wordt dat op geselecteerd? Want je krijgt een ruzie onderling van wie er naar de buitenwijk moet. Nou, er zijn al coffeeshops die hebben gezegd, ja, wij zitten wel hier, maar we zouden misschien wel ergens anders heen willen. Dat is toch het Geeltje heb ik gehoord, volgens mij? Ja, volgens mij ook. Degene die nu, dan moet ik aan de Voorstraat zit, geloof ik. Dat is het Kech. Marrakech. Ja. Nee, de andere. De Alibaba is dicht, toch? Oh, nou, je hoeft het niet allemaal te promoten. Ja. Jongens, maar dan moeten we zo op alle vijf even noemen misschien. Ja. Ik was benieuwd welke er dan open verstond. Oké, dus er is wel welwillendheid onder de coffeeshops. Ja, maar er is wel... Kijk, we hebben het afgelopen dinsdag zou dat in de commissie van de raad besproken worden. En we hebben van de Partij van de Arbeid gezegd, ja, dit is wel een onderwerp waar we eigenlijk willen dat iedereen daarover mee kan praten. Dus wij hebben voorgesteld om hier eens een sprekersplein, oftewel bewoners, mensen die overlast hebben, de coffeeshop-eigenaren en misschien ook wel de handhavers, politie, weet ik veel wie. Die moeten maar eens langskomen om te zeggen wat zij nou van dit idee vinden. Om toch eens goed te horen van, hey, is dit nou wel echt zo'n goed idee of moeten we toch wat anders verzinnen als dit idee? Ja, en dan gaan die coffeeshops over een tijdje wat verder weg zitten of een deel daarvan. Nou, dat is dus nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Stel, maar het idee dat is dat... Ja, het was even een hypothetische situatie was ik aan het schetsen, sorry. maar vergroten we dan niet de kans dat mensen onder invloed bijvoorbeeld terug gaan rijden? Maar hoezo bedoel je terugrijden? Want als ze nu komen bij
een koffieshop met de auto, dan rij je toch ook terug? Wat is daar dan het verschil in? Nou, maar kijk, nu, bewoners van Dordrecht, als die overlast veroorzaken, of gaat het echt om mensen van buiten de stad bijvoorbeeld? Want bewoners van Dordrecht kunnen nu bijvoorbeeld op de fiets of lopend hun wiet halen en dan... weet ik veel wat ze daar later mee gaan doen. Maar als ze in buitenwijken zitten, ja, dan is de kans dat ze met een auto gaan en daar een blootje roken in de koffieshop en terugrijden natuurlijk groter. Is dat niet een nee, je krijgt ander misschien probleem maken? Ander soort overlast, dat zou kunnen. Maar ik weet het niet, want we hebben het niet. Dus ik weet het niet. Er is door het college een overzicht gemaakt van nou, dit zijn de voor- en dit zijn de nadelen om in de binnenstad te zijn of in een buitenwijk te zitten. En die, je kunt daar met dat gegeven kun je alle twee de kanten op. Ja. En wat jij zegt, van ja, is het niet een grotere overlast als het in de buitenwijk zit? Wij denken van de PvdA denken dat dat wel zo is. Ja. Want we hebben voorbeelden in Maastricht gezien waarbij werd gezegd, nou, we zetten de coffeeshops aan de rand van de stad. En binnen no time was dat een groot probleem daar, omdat de handhaving daar niet goed geregeld kon worden. Omdat er te veel mensen van buiten toch ook naar Maastricht kwamen om de koffie of de wiet te halen. Nou, de koffie is dat zou goed voor de economie zijn, hè? Door het economie is eigenlijk zou de koffieshop gewoon koffie moeten verkopen. Ja. Jij werkt in een barbershop, dus er komen voornamelijk mannen en die praten allemaal daar misschien wat makkelijker als ze zichzelf aankijken in de spiegel. Wat zijn de geluiden die jij hoort op je werk? Nou, wat ik hoor is dat het een beetje onzin is. Weet je wel, het moet, heel veel mensen hebben zoiets van, het moet maar een keer gedaan zijn. Maar weet je, het is weer een beetje die vertroeteling van, we moeten het allemaal weer verplaatsen en we moeten het allemaal maar daar, het moet allemaal maar weggestopt worden en het mogen het allemaal niet meer zien. Dat is een beetje wat mensen erbij voelen, weet je wel? Dat het weer iets is wat we maar een beetje weg gaan plemuren van, oh, dat gooien we wel in de streetrein, dat zijn we maar er klaar mee. Maar ik ben het daar eigenlijk wel mee eens, want ik denk wij proberen en na Koningsdag en hoe wij Dordrecht nu als hip en historisch presenteren, vind ik ook 5 coffeeshops exorbitant veel. En ik vind ook dat niet past in het straatbeeld. Ik vind niet erg dat ze er zijn, maar als wij ons willen presenteren als een soort toeristisch trekpleister, ja, dan vind ik die coffeeshops daarin niet in het straatbeeld passen. Hoe zien jullie dat? Nou, en jij mag dat persoonlijk zeggen, weet je, van de PvdA? Algemeen is het zo dat je ongeveer per 20.000 inwoners, zo ongeveer 20.000 inwoners, ongeveer een coffeeshop zou moeten hebben. En dan kom je ongeveer op 5 coffeeshops uit. Maar ons centrum zit hier en alle buitenwijken hier, dat zit er niet als een ui omheen. Nee, wij hebben een centrum wat niet echt in het centrum dat ligt. Dat was wat ik wilde zeggen. Ja. Dordrecht is natuurlijk een unicum daarin. Dat eigenlijk, we zijn naar beneden gegroeid bijna, weet je wel. Of naar boven ligt Weet niet precies waar het allemaal ligt. Ik ben er niet vast. maar ik denk juist... Te veel zit te roken, jij. Nee, vraag niet. Maar ik denk juist dat het wel handig is om alles centraal te hebben. En zeker weten het centrum. Want hier komen er toeristen. Je hebt ook toeristen die willen gewoon graag blowen. Dat willen ze. Ja, maar dan ga je naar Amsterdam. Niet. Maar misschien... Rotterdam is ook een trekpleister aan het worden. En die mensen gaan ook doorstromen naar Dordrecht. En die mensen willen blowen. En dat willen ze gewoon. Je hebt jeugd die wil dat. En als je die jeugd ook tevreden wil houden... moet je er toch tegemoet gaan komen. Maar het is ook zo dat we graag een mooie en levendige binnenstad willen. We zitten hier in een kroeg. En... die leveren ook een bijdrage aan de levendige binnenstad. Dat doen die coffeeshops ook, op hun manier, op een andere manier. Maar ze doen het wel. En er zijn een aantal coffeeshops die misschien wat overlast veroorzaken, maar er zijn er ook een aantal die gewoon bijna geen overlast veroorzaken. Dus dat is ook een stukje levendigheid in de stad. Ja. En dat hoort ook bij een stad als Dordrecht, hoort dat ook gewoon. Maar hoe kun je daar dan, als er zo'n groot verschil zit tussen de bedrijfsvoering van de verschillende coffeeshops, een eenduidig beleid op maken? Ja, maar kijk, vanuit de overheid ga je niet over de bedrijfsvoering van een coffeeshop. Maar je hebt wel strikte regels waar een coffeeshop zich aan moet houden. En hoe je gedraagt in de stad. Het is natuurlijk, je kan je niet bemoeien met hoe iemand zijn auto gebruikt als hij op zich parkeert op een plek waarop het mag natuurlijk. Dus hoe... Nee, maar daar heeft een coffeeshophouder ook een verantwoording in. Als een klant continu de auto dwars over de stoep zet voor de deur van de coffeeshop, dan hoort de coffeeshophouder daar ook op een gegeven moment van te zeggen, hey, misschien moet je hem gewoon netjes in het parkeervak zetten. Dat hoort ook gewoon zo te gaan. Ik weet niet of het gebeurt, maar als dat zo is, dan heeft ook de coffeeshophouder dat
nou ja, dat enigszins in de gaten te houden. Nee, ik heb zelf gehoord van mensen dat daar wel heel dat ze daar strikt op zijn, hoor. Dat geloof ik ook. Ja. Maar mocht dat gebeuren, dan moeten ze daar ook gewoon, dan hebben ze daar. Maar kunnen zij een vergunning kwijtraken op het foutief geparkeerd? Nee, niet de vergunning kwijtraken, alleen op. Nee, maar welke sancties worden er dan gesteld op het niet goed handelen? Ja, ik vraag me af welke bemoeienis is er met een coffeeshop? En nou, hoe? Er is vanuit de landelijke overheid een hele hoop wet en regelgeving opgesteld wat je allemaal wel en wat je niet mag. En ik ken die regelgeving echt niet uit mijn hoofd. Nee, maar foutief parkeren is... foutief parkeren valt daar niet onder, maar dat is wel een vorm van overlast. Ja. En daar doelde ik even op. Maar de handhaving van zijn coffeeshop zelf, er zit veel meer... Nee, maar leef je wel de goede spullen. Maar ik ben een beetje kinderachtig bezig, want ik bedoel, er is dus niet echt meetbaar of heel concreet te zeggen hoe we het moeten gaan oplossen. Nee. En buren kunnen overal wel... Kijk, overlast is super subjectief. Dat dus is het is een heel raar onderwerp om natuurlijk vanuit de raad over mee te praten wat dat betreft. Want je hebt het over wat buren vinden... Nou ja, vanuit de en overheid... En praten jullie ook met de buren vanuit die de overheid niet stel je, vanuit de overheid stel je de voorwaarden op waarom zo'n coffeeshop op een bepaalde plek mag zitten of niet. En het idee is om maximaal 3 in de binnenstad en 2 in een buitenwijk te plaatsen. Ja, ik denk dat niet handig is, maar... want we horen ook mensen zeggen, het is juist goed dat het hier is, want de handhaving is beter. Er is veel meer sociale controle in de binnenstad als, nou ja, weet ik veel, ergens achteraf op een in een buitenwijk. En op wat voor termijn wordt hier iets, spijkers op kop geslagen? We gaan dus eerst dat sprekersplein. Ja? We gaan eerst maar eens horen hoe mensen wanneer er allemaal is dat? Over denken. Nou, dat wordt nog gepland. En ik verwacht dat het ergens eind april, ergens half april, eind april, misschien begin mei gebeurt. Het is allemaal lekker tranquilo. Sluit aan op de stoner vibe. Ja. Ja. Maar goed, dat organiseert de gemeente zelf. Dus dat moet even gepland worden en wat reclame voor moet worden gemaakt. En dan mag iedereen, elke inwoner van Dordrecht die denkt ik heb een belang of ik heb een idee daarover, die mag daar komen inspreken. Die is mag dat zijn of haar mening daarover geven. Is dat iets waar jij heen zou gaan? Ik denk wel iets waar ik heen zou gaan, maar niet iets waar echt een gemiddelde stoner zichzelf gaat vertonen. Ik stel het een beetje mensen voor met een zak chips op de bank, weet je wel. Dus die coffeeshops verplaatsen ze toch weer. Ja. Of die het voordeel ervan ziet, want natuurlijk als ze naar de buitenkant van de stad gaan... Doe mee, joh, is goed. Hoef ik minder weer te fietsen, weet je. Maar stel jij zo naar zo'n sprekersplein gaan, wat zou je dan zeggen? Nou, ik zou meer gewoon kijken, benieuwd zijn wat andere mensen te melden hebben. Want ik ben benieuwd... bijvoorbeeld tot hoever, wat jij zegt, overlast is subjectief. En dat is zeker waar. Dus ik ben benieuwd, hoe erg is die overlast? En hoe erg, weet je wel, je hebt ook mensen die klagen over dat de terrassen te laat open zijn. Terwijl dat andere mensen zeggen, dat vind ik gezellig. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik zou meer uit nieuwsgierigheid gaan voor de mensen die in deze discussie betrokken zijn. Dan zelf echt een steen bij gaan dragen. Want ik wil meer weten hoe de aardappel in de vork steekt. Of nee, de vork in de steel. Die aardappel, dit is wel een leuke, maar goed. Ja, maar, je snapt wat ik bedoel, toch? Ja. Ik spreek woorden niet, mijn oma was er goed en ik niet. Nou, als buurtbewoners of bedrijven in de omgeving of wat dan ook dus iets te zeggen hebben over deze kwestie, zouden ze naar het Sprekersplein kunnen komen. Maar er is ook een poll geweest waaruit bleek dat eigenlijk geen enkele Dordtenaar ze uit de binnenstad wilde hebben. Ja, dat is voor jullie PvdA goed, denk ik. Dat lijkt wel een mooie. Ja. Die was natuurlijk ook, maar goed... Ik ben benieuwd wat de mensen gaan zeggen op het Sprekersplein. Ik bedoel, laat ze maar hun verhaal vertellen. Ja. Want, even terug naar die poll. Wie heeft die uitgevoerd, weet je dat? Volgens mij het AD, dacht ik. Ja. Maar dat weet ik niet zeker, en... eerlijk gezegd. Ik heb hem gezien, maar ik heb niet meer op mijn netvlies wie hem nou precies had uit. Misschien weet jij het. Dat lijkt me iets voor het AD. Want dat ik vind het een beetje raar. Ik snap dit niet zo goed. Want ik denk, oké, dus aan de ene kant zijn er mensen die hebben heel veel, of die ervaren heel veel overlast van die coffeeshops. En dan gaan we een poll houden, maar dan blijkt eigenlijk niemand er echt een probleem mee te hebben. Dus dan gaat hier journalistiek iets mis. Nou, ik denk gewoon dat het heel vervelend is natuurlijk als buurtbewoner dat je constant auto's en muziek voor je deur hebt. Maar ik denk dat de gemiddelde buurtbewoner... Kijk, ik denk als je 3 deuren verder woont, dat je daar geen last meer van hebt. Hoe ver draagt die muziek? Misschien heel harde bas, maar... Ik denk dat het voornamelijk voor de buren van de coffeeshop heel vervelend is, dit probleem. Voor de rechtstreekse buren? Ja, dit is echt iets voor iemand die er tegenover woont.
Ik denk dat ongeveer, als er 2 coffeeshops verdwijnen, dat er 6 mensen mee geholpen worden. Nou, weet ik niet. Weet je, bijvoorbeeld, er zit een coffeeshop op de Wijnstraat en daar komen auto's wel echt hard naartoe rijden, bijvoorbeeld. Ja, nou, overdag valt het wel mee. Maar s'avonds, ja, ik weet niet, als er een kat overrent of wat dan ook. Er is wel flink wat bedrijvigheid rond die coffeeshops. Maar ik snap journalistiek niet waar het mis is gegaan dat er zo'n groot verschil is tussen het geluid wat afgegeven wordt of dat er überhaupt een motie aan te pas moet komen. En dat er uiteindelijk uit een onderzoek blijkt dat er eigenlijk niemand echt een probleem mee heeft. Nou ja, misschien hebben hier vooral mensen uit Sterrenburg en Stadspolders op gereageerd op die poll. Ja, dat is toch propaganda dan? Ja, maar ja, ik weet het niet. Ja, daar speel ik me aan weer blij mee. Maar, dat moet je aan degene vragen die die poll heeft gehouden. Ik zie ook alleen maar de uitkomst. En voor de rest weet ik het ook niet. Maar is dit nou iets concreets waar de Raad mee bezig is? Want het klinkt, en vergeef me dat ik dit zo zeg, een beetje natte vingerwerk allemaal. Nou ja, kijk, het is voor de Raad een ding van iemand. Er is, volgens mij is het Beter voor Dordt geweest, die het initiatief heeft genomen om te zeggen: hey, hier moeten we over spreken. En we willen graag dat daar een verandering in komt. Nou, daar gaan we dus over spreken. En dat is dus echt wel een ding. En dat gaat niet alleen over de overlast. Want het gaat natuurlijk over waar wil je dit soort voorzieningen in je stad hebben. En de overlast is een gevolg van een mogelijke voorziening als een koffieshop. Ja. Maar ja, elke voorziening heeft een bepaalde mogelijkheid tot overlast. Ja, bij een kroeg is ook wel eens overlast. Ja. En dat weet je ook als je in de binnenstad woont, heb je ook een iets hogere tolerantiegrens nodig dan dat je ergens achteraf in Sterrenburg woont. En daar verwacht je niet deze overlast. Is er een ideale situatie waar alle partijen zich in kunnen vinden? Dat weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat de meningen wel behoorlijk uit elkaar liggen. Maar ik weet het niet. We gaan het zien. Kan jij daar iets voor? Wat zou voor denk je, de Dordtenaar een ideale situatie zijn waar iedereen zich in kan vinden? Nou, ik denk gewoon alle 5 houden. En er gewoon 2 aan de buitenkant, weet je wel. Dat iedereen voorzien is. Ik denk dat ik misschien best een goed idee heb. Opeens schiet hij zo naar binnen. We moeten een soort drive-through hebben. Oh. Maar waar je dus niet, waar je dus wiet kunt halen. Een en dan kan je alleen McDrive pinnen. Ja, dus er kan. Ja, een soort wiet McDrive. En ook alleen pinnen. Je kan alleen pinnen. Dus dat is administratief allemaal goed bij te houden. Voor de Belastingdienst ook fijn. En je kunt er niet binnen zitten. Dus dat betekent dat je de wiet niet kunt roken op die plek. Dus de kans dat je stoont de auto terug inkeert is minder groot. En die coffeeshops van de gemeente maken, zodat de belasting binnenkomt. En op alle platte daken in Dordrecht gemeentelijke wietplantages. Nee, nu gaan we het ver. Maar worden wij heel links in één keer. Er is in de Tweede Kamer een tijdje terug een wet aangenomen waarin wordt gezegd, we moeten ook de achterkant van de coffeeshops gaan regelen. Want nu is de voorkant wel aardig goed geregeld, maar hoe de wiet in de coffeeshop komt, dat is allemaal nog duister en vaag. En daar is nu een wet voor aangenomen in de Tweede Kamer. Hoe die uit gaat gevoerd worden en hoe dat allemaal uitgerold gaat worden en wat er allemaal nog verder moet worden geregeld, dat weet ik niet. Rondom de Tweede Kamer weet ik momenteel helemaal niks. Denk ik. Maar er was toch een probleem mee, want hij moet nog door de Eerste Kamer. En hij moet nog door de Eerste Kamer. En was daar het is nog een beetje tegen. Dat is goed, wat ik hij is wel door de Tweede Kamer. Ik weet het. Ik was heel blij mee. En ik hoop dat dat ook door de Eerste Kamer gaat. Want als we dat nou gaan regelen, ook die achterdeur goed gaan regelen, dan heb je ook de criminaliteit misschien een stuk minder, die aan die wiet soms ook verbonden zit. Ja. Want ook de mensen die thuis een wietplantage beginnen in de, op zolder, dat is niet, dat moeten we niet willen met elkaar. Nee, precies. Nou, brandgevaarlijk. Dat is ook weer een andere discussie. Brandgevaarlijk, precies. En is ook weer een andere discussie. Mocht jij hierover mee willen praten, er komt dus een Sprekersplein aan. Wanneer dat is, weet eigenlijk niemand. Waar het is, weet eigenlijk ook niemand. Nou, waar wel? Waar dan? In het stadskantoor. In het stadskantoor. maar dat wordt tegen die tijd vast allemaal bekendgemaakt. Wij gaan een biertje drinken. Daar laten we het maar bij houden. Tot volgende keer bij Dordtse Koppen.